Hallo, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal van Laura Cyberview. Leuk dat je kijkt. In deze video wil ik twee dingen met jullie delen. Als eerste wil ik jullie de laatste update geven over mijn ZO. Ik had gisteren namelijk mijn intakegesprek en het lijkt mij leuk om jullie in het hele proces mee te nemen. Dus ook hierover te vertellen. En ik heb afgelopen week kerstkaarten gemaakt en die heb ik gepersonaliseerd met foto's. Kerstkaarten voor samenwerkingen en klanten van Laura Cyberview. En daar heb ik ook een aantal beelden van opgenomen die ik ook leuk vond om die toe te voegen in deze video. Dus daar gaan jullie nu eerst naar kijken, naar de kerstkaarten. En dan zal ik bij jullie terugkomen om nog te vertellen over het intakegesprek van de ZO. Voor de samenwerkingen en klanten van Laura Cyberview wil ik graag een leuke gepersonaliseerde kerstkaart gaan maken. En daarvoor moest ik natuurlijk ook een leuke kaart hebben. En ik wil natuurlijk wel een kaart die ook enige link had met Laura Cyberview. Dus mijn moeder die heeft hele leuke kaartjes gevonden na even zoeken. Namelijk deze. Kijk, met twee paardjes. En deze. Super schattig. Ik vind deze nog wel een beetje op Falco lijken. Super mooi vind ik. Dus die ga ik gebruiken. En nou zou ik hier natuurlijk op kunnen schrijven. Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. En hem kunnen versturen. En dan is het ook een leuke kerstkaart. Maar ik dacht, voor Laura Cyberview in het thema blijven. Ik ga er leuke foto's ook nog in plakken. Dus de opdracht die ik voor diegene heb uitgevoerd bijvoorbeeld. Die ga ik nog in een sfeerimpressie in de kaart plakken met foto's. Dat leek me wel leuk, want dan is het ook een echte herinnering en is het ook een wat specialere kaart. Is het leuk om dat te ontvangen. Op mijn laptop heb ik allerlei foto's verzameld en die heb ik in een format gemaakt met allemaal foto's naast elkaar, zodat ik die uit kan printen en daarna uit kan knippen en ze dan op de kaart kan plakken. Dus ik vind het sowieso wel leuk om al die foto's weer eventjes voorbij te zien komen van de opdrachten die ik heb gedaan. En ja, die heb ik dus nu in zo'n formatje gezet en die ga ik nu uitprinten. En dan komen ze er dus uiteindelijk zo uit te zien. Allemaal rondjes gebaseerd op mijn eigen logo. Heb ik dus allemaal foto's in dat format gezet en ga ik die nu uitknippen en leuk plaatsen op de kaarten. Inmiddels is het een paar uurtjes later en ben ik eventjes achter mijn bureau gaan zitten en zet ik hier even de camera neer en ga ik nog even verder met de rondjes plakken. Ik wil ze namelijk vandaag eigenlijk af hebben, zodat ik nog de adressen erop kan zetten, posten hier kan plakken en ze op kan sturen, zodat ze morgen op de post gaan en dan op tijd bij iedereen zijn en ook op tijd voordat deze video online komt. Ik vind het wel leuk om weer even door alle foto's heen te kijken. En ook bij iedereen een aparte boodschap, zeg maar, een unieke boodschap te schrijven. Want iedereen heeft een andere link met Laura Cyberview en andere foto's erbij. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb in mijn telefoon al een boodschap voor iedereen opgeschreven. En dan moet ik die zo dadelijk nog eventjes op deze kaartjes gaan plakken.
Inmiddels heb ik de kerstkaarten al verstuurd en zullen die snel aankomen bij de ontvangers. En dan zal ik jullie nu wat gaan vertellen over de ZO. Gisteren had ik dus mijn intakegesprek. Ik denk dat ik nu ongeveer 2 weken geleden moest ik mijn plan, mijn businessplan inleveren over mijn onderneming en over mijn toekomstplannen met mijn onderneming. Voor dus de ZO, het zelfstandig ondernemertraject. Als ik daarvoor geselecteerd word, dan mag ik mijn laatste halve studiejaar mag ik afstuderen in mijn eigen onderneming. Dus 2 weken geleden toen heb ik mijn plan ingeleverd. Daar heb ik ook een video over gemaakt over mijn ondernemersverhaal tot nu toe over een half jaar. Lang Laura Cijpers Vuur, half jaar ondernemen. En die video heb ik ook gebruikt voor in dat verslag. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn toekomstplannen en alles verder toegelicht in dus het businessplan. Toen kreeg ik vorige week een uitnodiging dat ik dus gisteren in Den Bosch op intakegesprek mocht komen. Gisteren moest ik dus al vroeg met de trein naar Den Bosch toe. En daar moest ik mijn verhaal doen richting 3 docenten. Ik mocht eerst een pitch doen over om mijzelf voor te stellen, om een onderneming voor te stellen. En om te vertellen wat ik met de ZO graag wilde bereiken, wat ik wilde ontwikkelen, hoe ik dat zelf voor me zag. En daarna werden er vragen gesteld op basis van het verhaal dat ik deed en op basis van het businessplan. Naar mijn idee ging dat gesprek eigenlijk wel goed. Ik kreeg vragen die ik ook wel logisch vond. Dingen die ik ook graag nog verder uit wil zoeken. En dingen die ik ook in de ZO wil ontwikkelen of me verder in wil specialiseren. Dus dat de sfeer in het gesprek was wel goed. Achteraf denk je natuurlijk altijd van, oh, had ik dit nog maar gezegd of had ik dat nog maar gezegd? Of kwam dit goed over of kwam dat goed over? Maar ik denk dat ik in ieder geval enthousiast in het gesprek overkwam en dat ze in ieder geval hebben kunnen zien dat ik er graag voor wil gaan voor de ZO. Dat dat echt iets is wat ik als volgende stap zie voor mijn onderneming en waar ik veel in zou kunnen ontwikkelen. En dan zijn jullie nu natuurlijk benieuwd, mag je de ZO doen? Maar dat is dus nog eventjes spannend, want die uitslag, een go of no go, die komt deze week. En die heb ik dus nu nog niet, dus ik kan jullie nu nog niks vertellen, want ik weet het zelf ook nog niet. Maar als ik het weet, dan laat ik het natuurlijk weten op Instagram. Ik denk dat dat, en op Facebook, dat dat de 2 kanalen zijn waar ik het eerste op laat weten. Dus hou dat in de gaten als je nieuwsgierig bent naar de uitslag. Ik heb er een goed gevoel bij, maar je weet het nooit, hè. En je weet niet wat de ander natuurlijk voor gevoel erbij heeft of wat voor oordeel ze erover hebben. Dus dat is nog eventjes spannend. Ik hoop dat ik de kerstvakantie goed in kan gaan met een goed vooruitzicht. En dan zal ik het jullie zeker laten weten. Dus kijk, hou zeker eventjes social media in de gaten. En dan wil ik eigenlijk bij deze de video afsluiten. Want meer updates heb ik nog niet. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je dat vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie achter en vergeet niet te abonneren. Ik wil jullie allemaal hele fijne kerstdagen wensen. En ik hoop dat ik jullie wel zie in de volgende video. Doei!